Amber. Waar is Laura? Mijn blik ziet zichtig van de ene kant naar de andere kant van de speelplaats. Hoor de leerlingen, stromen de school binnen en ik heb geen zin om mijn klasgenoten nu al tegen het lijf te lopen. De laatste weken was het zwaar genoeg op de sociale media. Ik kreeg de ene na de andere haatopmerking en ik had geen verweer. Waarom heeft Laura het ook aan iedereen verteld? Ik kon haar altijd vertrouwen. Haar geheimen waren steeds veilig bij mij. En toen nam ze afstand, terwijl er niets gebeurd was, niets veranderd. Ik was zo opgelucht dat ik het eindelijk aan iemand kon vertellen. Maar ze begreep het niet, nog niet. Ze heeft gewoon tijd nodig om het te begrijpen. Daarom moet ik met haar praten, het liefst zonder pottenkijkers. Daar staat ze. Ze is alleen. Ik wring me door de leerlingenmassa en steek een hand op. Ze ziet het, want ze kijkt in mijn richting en ze lijkt te focussen. Maar ze zwaait niet terug. Ze draait zich om en lijkt iemand te zoeken. Opeens steekt ze toch een hand op en wenkt een van de meisjes van onze klas. Die komt erbij staan en ze beginnen te babbelen. Ik slik, maar wring me verder tussen de groepjes leerlingen die genieten van de laatste vrije minuten voor de lessen beginnen. Als ik er bijna ben, doe ik een poging om nonchalant te klinken. Hey Laura! Ze doet alsof ze me niet hoort en gesticuleert hevig terwijl ze luid tegen het meisje uit onze klas praat. Ik ga in haar gezichtsveld staan en doe een tweede poging. Hé hey Laura! Hoi, zegt ze en praat verder met het meisje. Kan ik je even spreken, Laura? dring ik aan. Zoek je de jongens? Die staan daar. Haar hand wappert in de richting van de sportzaal van de school. Het lijkt wel alsof ze een vervelende vlieg afwimpelt. Die vlieg is echter hardnekkig. Nee, die zoek ik niet. Ik zoek jou. En je hebt me gevonden. Probleem opgelost. Kun je ons nu ongezoord verder laten praten? Waarom doe je zo, Laura? Ik doe niet zo. Ik ben niets veranderd. Ik ben nog altijd dezelfde Laura. Op dat moment rinkelt de schoolbel. Honderden leerlingen nemen langzaam hun rugzak en slenteren naar de klasse. En ik kon je toch vertrouwen, zeg ik zacht. Waarom wil je me pijn doen? Maar Laura hoort het niet. Ze grijpt het meisje met wie ze praten bij de arm en sleurt haar mee. Ze verdwijnen in de massa. Kay. Ga je mee, Kay? Ik weet het niet. Met een paar vrienden hangt Kay rond op het pleintje van de wijk. Onrustig wrijft hij in zijn bezweten handen. De zon is al ondergegaan en er hangt feest in de lucht. Binnen een paar uur begint de grootste fuif van het jaar. Iets wat je absoluut niet mag missen. Toch heeft hij er geen zin in. Hij heeft nood aan iets anders. Kom aan, maat. Ik weet dat het niet goedkoop is. Maar jouw ouders zijn toch stinkend rijk. Kay wil zeggen dat dat niet klopt. Dat zijn ouders wel een goede job hebben en dat ze niets tekortkomen. Maar dat ze nu ook niet zwemmen in het geld. Hij voelt zich echter lusteloos en krijgt de tijd niet om wat dan ook te zeggen. En dan kun jij voor ons betalen, roept een kerel met een zonnebril. De andere jongens juichen en klappen. Dat is dan geregeld, besluit een derde, terwijl hij K een stevige schouderklop geeft en luid lacht. Ja, maar ik wil eerst, antwoordt K, geld afhalen. Nu lachen alle vrienden. K trekt een grimas. Die moet doorgaan voor een glimlach. Je ouders bellen? Toch niet studeren? vraagt een kerel met getrimd haar, gespeeld verwonderd. Zelfs als jij geen klap uitvoert, slaag je nog met twee vingers in de neus en één middelvinger naar ons. Weer wordt er geschaterd. Nee, ik ga niet. Nog voor hij zijn zin kan beëindigen, wordt hij opnieuw onderbroken. Zeg me niet dat je al honger hebt! Heeft je mama je geen vieruurtje meegegeven? Nee, ik heb geen honger, zegt Kees snel voor iemand tussenkomt. Ik heb nood aan iets anders. Aha, goed idee, Kees, roept de kerel met de zonnebriddel. Heeft je mama iets anders meegegeven? De jongens blijven luid lachen bij elke opmerking die gemaakt wordt. Kees dept de zweetruppels van zijn voorhoofd en wipt van zijn ene been op het andere. Tuurlijk niet, glimlacht hij nerveus. Hebben jullie iets bij je? Bedoel je lachgas? vraagt een kerel met een beginnend baardje. Lachgas of iets zwaarders? Kijk eens aan, stoere kerel. Kee kijkt hulpeloos. Wat moet hij hierop antwoorden? De jongens kijken hem gretig aan. Misschien moet hij maar gewoon zwijgen. Zijn handen trillen. Oeps, stoere kerel is stilgevallen, merkt de kerel met de zonnebril op. Kee haalt zijn schouders op en kijkt naar zijn smartphone. Hij heeft geen zin meer in deze onnozelheden. Zenuwachtig krapt hij aan zijn arm. Het is duidelijk dat niemand iets bij zich heeft. Hij draait zich om en maakt aanstalt om te vertrekken. Stoere kerel trapt het af, probeert de zonnebriljongen nog een keer, maar Kee wandelt weg. Wat ga je doen? roept de jongen met het baardje hem na. Iets scoren, antwoordt K. Bestel ook iets voor ons! Terwijl hij naar de andere kant van het plein loopt, hoort hij het gelach van de jongens naklinken. Zijn maten, met wie hij rondhangt en experimenteert. Jongens die hij op school of op straat heeft leren kennen, en van wie hij eigenlijk niet veel weet, behalve dat ze pakken. Soms is het fijn om met hen rond te hangen, en als het niet meer klikt, trapt hij het af. Dan gaat hij op zoek naar iets. Waar hij altijd op kan rekenen. Snel stapt hij door naar een nabijgelegen park. Daar is een speeltuin met een bank, waarop meestal een kerel zit. Kay weet wanneer hij er zit en, belangrijker, wat hij verkoopt. Ook nu is hij er, op de leuning van de bank, met zijn voeten op het zitgedeelte en zijn rug licht gebogen, net zoals altijd. En toch is er iets anders. De dealer kijkt even achterom. Het duurt slechts een halve tel, maar Kay heeft het gezien. Het is iemand die hij niet kent, een oudere man. Zijn eerste gedachte is onmiddellijk weg te gaan, want hij vertrouwt niet. Wie weet is die kerel van de politie? Een lokaas voor naïeve druggebruikers. Hij blijft staan. Zijn handen trillen weer. Alles oké? Okay, vraagt de vreemde man. Het duurt even voor Kay antwoordt. Ja, alles oké? Okay. Het is toch niet verboden om met iemand te praten? Kan ik je ergens mee helpen? Nee, zegt Kay snel. Ik kom hier gewoon langs. De man haalt zijn schouders op, pakt een rugzak vast die naast hem staat en schudt er even mee. Dan kijkt hij weer naar Kay. Ik ook, ik kwam hier gewoon langs. En ben hier gaan zitten met mijn spullen. Kee knijpt zijn handen dicht. Je vraagt je af waar je vriend is, vraagt de man achterloos. Die kon vandaag niet komen. Ik heb zijn plaats even ingenomen. Ik weet niet wie je bedoelt, reageert Keefel. De man kijkt de maan en glimlacht. Normaal verkoopt hij je pillen, vijf voor 25 euro. Ik weet niet waarover je het hebt. De blik van de man gaat naar Kees' samengeknepen handen. Dan heb je ook niets nodig, zegt hij fijntjes. Dat hangt ervan af. Waarvan? Van wat je hebt. De man opent de rugzak naast hem en onderwerpt die aan een grondig onderzoek. Kees pers zijn lippen samen. Ik heb van alles en ik heb ook iets nieuws. Iets nieuws? Ja, een soort pep. Die geeft je een roes van tien uur. Tien uur? Ja, tien uur. Je kunt nog functioneren, maar de wereld ziet er een pak mooier uit. Klinkt goed, antwoordt Kee, die aan zijn avondplannen denkt. En het wordt nog beter. Vandaag kun je gratis proberen. Er tekent zich een brede glimlach op Kees gezicht. Hij komt geen geld tekort, maar gratis is gratis. Ook voor iemand die geld heeft. Tenminste, als je wilt, zegt de man terwijl hij opschuift. Hij tovert een injectiespuit uit de rugzak en begint ze klaar te maken. Pep, in een spuit? vraagt Kee achterdochtig. Een soort, Pep, antwoordt de man kalm. En ja, in een spuit. Is dat wel veilig? Tuurlijk, zegt de man terwijl hij om zich heen kijkt. Ik ga mijn klanten toch niets aandoen. Dat houdt steek. Kee neemt plaats naast de man op de rugleuning van de zitbank en wrijft in zijn handen. Ben je er klaar voor? vraagt de man. Keek knikt en ontbloot zijn onderarm. De man zoekt de juiste plek en prikt. Even je adem inhouden, zegt hij terwijl hij de spuit leegt. Kee voelt de vloeistof door zijn aders stromen. Hoewel hij beseft dat de rug tijd nodig heeft om zijn werk te doen, lijkt het toch alsof zijn handen onmiddellijk ontspannen. Hij laat zijn armen langs zijn lichaam hangen en kijkt om zich heen. De kleuren van de bomen zijn plots heel intens. Het spul lijkt nu echt te werken en is van goede kwaliteit. De kleuren worden feller, maar de vormen vager. Een geluksgevoel verspreidt zich over zijn lichaam en het lijkt alsof hij lichter wordt, alsof hij gaat opstijgen. Zijn oogleden worden zwaarder en het lukt hem niet meer om ze open te houden. Hij geeft zich volledig over aan de roes en zweeft langzaam weg.